Dit jaar wordt content marketing jongvolwassen. De puberteit waarin met schromelijk zelfvertrouwen wordt geïnvesteerd in projecten zonder al te veel kennis en ervaring is nu echt voorbij. Content marketing initiatieven worden beter doordacht, krijgen meer commitment en leiden daardoor vaker tot succes. Dit zijn de eerste regels uit het artikel 7 voorspellingen voor content marketing, meer strategie en minder bonnefooi dat Bob Oort schreef op frankwatching.com. Mijn naam is Jelle Drijver en in deze podcast bespreek ik dit artikel met schrijver Bob Oort van Heleview Online. Vergeet vooral niet om je ook even te abonneren op deze Frankwatching podcast als je dat niet al lang gedaan hebt in iTunes of Stitcher Radio. Meer informatie over deze Frankwatching podcast en hoe je je kunt abonneren vind je op frankwatching.com/podcast. Vandaag te gast in deze Frankwatching podcast Bob Oort van Heleview Online. En we gaan het hebben over het artikel dat hij heeft geschreven, 7 voorspellingen voor content marketing, meer strategie en minder bonnefooi. Bob, van harte welkom. Dankjewel. Om te beginnen even kort, Bob, jij hebt een eigen bedrijf, Heleview Online. Wat doet Heleview Online? Ja, ik moet eigenlijk zeggen, ik ben de mede-aandeelhouder van Heleview Online. Heleview Online is een business-to-business content marketingbureau. En wij helpen met name IT-bedrijven en zakelijke dienstverlening met allerlei content marketingcampagnes, whitepaper marketingcampagnes, webinars, videoproducties en dergelijke. Oké, nou is het woord content marketing, het zit niet alleen in de titel van het artikel dat je hebt geschreven, maar het is nu, ik heb het een paar keer genoemd, jij hebt het een paar keer genoemd. Voor de mensen die luisteren en denken, oh, wacht even, waar hebben we het überhaupt over? Content marketing, wat versta je daaronder? Ja, ik zeg altijd, met name in de zakelijke dienstverlening is het meestal toch het delen van, het ontwikkelen van je commerciële relaties door kennisdeling. Dus via de as van kennis eigenlijk je klanten helpen, of je potentiële klanten helpen, in plaats van direct in de verkoopmodus te schieten. En de laatste tijd zien we de term natuurlijk veel terugkomen, maar ik heb nog eens een keer een blogje geschreven, heel lang geleden, voor Frankwatching met een voorbeeld in de Gouden Eeuw. Dat was Jan van der Heijden, die gebruikte content marketing toen hij de brandspuit had uitgevonden. En daar onder andere een whitepaper over schreef, later een boek, mooie illustraties maakte, zelfs gedichten erover. Dus die gebruikte allerlei content formats om zijn brandspuit te verkopen en met groot succes. Want er werd in elke wijk in Amsterdam na een adviestraject van hem om ook een vrijwillige brandweer per wijk op te zetten, volledig uitgerold. Kijk. Wat dat betreft is het volgens mij nu niet anders als je een whitepaper schrijft of als je via social media je doelgroep opzoekt. Het gaat om mensen die wat vroeger in de buyer journey zitten te helpen met hun ideevorming en hun te binden en een relatie met hun op te bouwen. Dat tegen de tijd dat iets verkocht moet worden, dat je dan geen koude relatie hebt, maar een warme relatie. Oké, want hoe ziet zo'n buyer's journey eruit en welke rol speelt content marketing daar dan in? Nou, met de buyer journey is ook zo'n term die we steeds vaker tegenkomen, net als buyer persona's. En met de buyer journey wordt eigenlijk bedoeld de reis die een potentiële klant maakt naar een voordat hij iets aankoopt. Je kan je voorstellen dat daar, voordat je een investeringsbeslissing neemt, dat je eerst bezig bent met bijvoorbeeld ideevorming en je oriënteren. En als je een aantal alternatieven hebt bekeken, dat je dan pas een keuze maakt. En na dat keuzemoment dat je er gebruik van gaat maken en dat je er eigenlijk misschien steeds meer uit zou kunnen halen. Nou, dat hele traject van voordat je klant bent totdat je een trouwe klant bent, dat wordt ook wel de buyer journey genoemd. Ja, dan heb je die buyer persona. Help even. Ik heb geen idee. Nou, de buyer persona is eigenlijk een mooi woord voor degene die in potentie jouw product koopt. Dus het typische jouw potentiële klant. Een aantal van je klanten die hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. En die kan je vertalen naar je buyer persona's. Dus dat zijn typisch de mensen die zich bezighouden met de ideevorming en beslissingen rondom de producten en diensten die jij verkoopt. En bij zakelijke beslissingen zijn dat vaak meerdere mensen. Dus denk ook aan de DMU.
Ja. Dus iemand beslist, maar er zijn ook allerlei beïnvloeders. Nou, het idee is natuurlijk dat je die allemaal kunt ondersteunen in hun zoektocht naar oplossingen. En wat ik bedoel in het artikel met paper persona, we hebben natuurlijk afgelopen jaren heel veel performance-based advertentiemodellen gezien. Ja. Dat begon met heel veel views. CPM. CPM, ja. Met banners. En later werden dat kliks. Ja. En ik denk dat met een aantal media die je nu hebt, dat je veel meer kan spitsen naar dat je betaalt eigenlijk per potentiële klant die je daadwerkelijk raakt. Dus je kan... PPL, per lead, per persona, dat is een ander woord daarvoor? Ja, nou, een lead zit op conversie, hè? En je weet natuurlijk niet altijd of je degene... een conversie hoeft nog geen lead te zijn. Hè? Dus je kan een heleboel conversie hebben met allerlei mensen die niet tot jouw doelgroep behoren. En bij paper persona wil je dat eigenlijk weer een stukje verder trekken. En zeg je, ja, ik wil eigenlijk alleen betalen voor de leads die ook aan bepaalde kenmerken voldoen. Bijvoorbeeld uit bepaalde branches of bepaalde functies of uit een bepaalde regio. Dat soort kenmerken. Hoe bepaal je nou wie jouw ideale persona is? Jouw buyers persona? Nou... Ja, wij doen dat vaak door eigenlijk in gesprek te gaan en met de mensen die dicht tegen de sales aanzitten. Of het liefst met een aantal klanten daarin in te betrekken. Marketeers hebben nog wel eens de neiging om een beetje introvert te kijken naar de markt. Maar beslissingen rondom producten en diensten, om die in kaart te brengen. De beste die dat weten zijn klanten zelf. Dan wel, als je in een persoonlijke verkoop zit, de accountmanagers die bij de klant zitten. Om dat in kaart te brengen, kan je bijvoorbeeld denken aan workshops of interacties. Of in ieder geval kijken of je een format kan vinden waarin je die afwegingen, die dromen, wensen, eisen, behoeften in kaart kan brengen door... de mensen die bij dat verkoopproject betrokken zijn, eigenlijk te ondervragen. En daar brainstorm sessies mee te doen en daar parallellen in te vinden. Oké, want je zegt, ik lees een stukje voor uit je artikel. In de afgelopen jaren lag er een grote focus op het opbouwen van eigen communicatiekanalen door bedrijven zoals nieuwsbriefabonnees, social media volgers en appgebruikers. Maar de meest waardevolle abonnees zijn toch de potentiële klanten en niet die medewerkers en concurrenten die zo actief zijn in je LinkedIn-groep. Ik kan me voorstellen, als jij nu zegt dat het focussen op nieuwsbriefabonnees, social media volgers en appgebruikers, dat als je daar de focus nu vanaf zou moeten halen, je moet focussen op die buyers persona's of op de buyers journey middels content marketing, dat sommige mensen in paniek raken en denken, ja, heb ik net alles op de rit en dan moet ik het weer om gaan gooien. Leidt het een niet tot het ander? Nou, het is allemaal met elkaar verbonden, hè? Want ook die buyer persona wil je via dezelfde content, via diezelfde kanalen bereiken. Het is denk ik meer aanscherpen. Okay. Dus zorg ervoor dat je boodschap aansluit bij degene die ook potentieel interesse heeft in jouw product of dienst. En niet zozeer bij andere doelgroepen hoef je wat minder druk om te maken. Oké. Nou is het via Facebook en sinds een tijdje ook via Twitter mogelijk om zeer gericht te adverteren. Waarbij je de doelgroep al helemaal kunt afstemmen op jouw ideale buyers persona bijna. Maak je daar gebruik van en heb je daar ervaringen mee? Jazeker. Ja. Nou, wij zitten in de business to business. Doen wij op zich niet zo heel veel met Facebook. Maar wat meer met Twitter en LinkedIn. Ja, en het zijn natuurlijk... Ja, die social media, die weten gewoon wie er actief zijn. Dus daar kan je heel gericht campagnes mee opzetten. Meer strategie, minder bonnefoy. Waar de afgelopen tijd veel werd geëxperimenteerd met eenmalige campagnes, social media initiatieven en blogsites, wordt nu plaatsgemaakt voor een meer integrale benadering. Onderzoekcijfers van bijvoorbeeld het Content Marketing Instituut bevestigen dat inmiddels zo'n 53% van de bedrijven strategie heeft als basis voor content marketing activiteiten. Meer strategie, minder bonnefoy. Dus van hagel naar met scherp schieten? Dat is één aspect daarvan. Maar ook als je iemand hebt geraakt met je boodschap en je hebt bijvoorbeeld een download gerealiseerd of je hebt een deelnemer in een evenement of
in ieder geval je hebt een abonnee op je nieuwsbrief, ja. Dan ben je er nog niet. En veel content marketing initiatieven zijn begonnen met bijvoorbeeld zoveel mogelijk downloads te genereren. Nou, dan krijg je heel veel leads. Misschien van mensen die nog niet helemaal bereid zijn tot aankoop, maar in een heel oriënterende fase zitten. En wat ik bedoel met meer strategie, minder bonnefoy, is dat je wat meer nadenkt over, oké, waarom doe ik dit? Wat is de volgende stap die deze mensen moeten gaan nemen? Hoe kan ik deze mensen eigenlijk in de breedte ondersteunen, in plaats van één keer een succes te boeken? En vervolgens respons te genereren waarmee ik niet helemaal weet wat ik ermee moet. Hè. Dus het is meer potentiële klanten aan de hand nemen voor een wat langere tijd. En ook zorgen dat je verschillende touchpoints creëert. Daar je content ook voor op orde brengen. En dat kan alleen als je een wat langere termijn commitment hebt. Een wat langere termijn plannetje. En dus eigenlijk een strategie. Welke systemen ken je die kunnen helpen om, om die acties in kaart te brengen en om die klant, die persona, zoals je het noemt, te volgen in die journey? Nou, er zijn natuurlijk steeds meer marketing automation systemen. Hè. Die hebben bijvoorbeeld HubSpot, Marketo, Acton, Pardo. Nou, er zijn er inmiddels volgens mij. Er zijn er heel veel. Er is inmiddels ook een Chief MarTech Officer die daar die zichzelf zo noemt in Amerika. En die heeft inmiddels een slide gemaakt waar al die marketingtechnologiebedrijven niet eens meer oppassen, omdat het er zoveel zijn. Okay. Dus er is denk ik genoeg. En er zijn ook heel veel laagdrempelige methodes, denk ik. Ik bedoel, je kan een zware marketing automation systeem inzetten, maar je kan ook beginnen met je e-mail tool en je WordPress site en daar een database achter bouwen. Maar er is steeds meer mogelijk. Oké, is dat ook iets waar jullie bedrijven mee helpen of zitten jullie meer op echt puur de content creatie? Nou, wij hebben een eigen systeem, zoals dat zo kunt noemen. We hebben een twintigtal websites die draaien op onze omgeving, waarvan we zelf uitgever zijn. Ja. En daar draait achter een systeem waarin we mensen op maat kunnen bedienen, afhankelijk van de interesses die ze hebben, krijgen ze bepaalde content geserveerd. Ja. En daarmee kun je als bedrijf ook op maat je eigen campagnes inrichten met je eigen doelgroep. Wat goed. HubSpot is denk ik een van de bekende partijen in Amerika die daarmee bezig zijn. Maar jullie hebben een eigen systeem ontwikkeld om dat hier in Nederland te doen en meer maatwerk, begrijp ik van je. Ja, eigenlijk al omdat ik ben mijn bedrijf zo 7-8 jaar geleden begonnen. En toen waren de systemen ook nog niet zo aanwezig. Dus we zijn eigenlijk begonnen met een soort backend te maken daarvoor. En dat communiceert met verschillende content management systemen. Dus bijvoorbeeld met Umbraco, met WordPress. Dan kan je daar weer op maat zaken mee inrichten. Handig, daar ga ik me eens wat meer in verdiepen. Daar wil ik wel meer over weten. Je zegt ook de content verbetert, dat is punt 2. Meer strategie leidt tot steeds meer bedrijven de tijd nemen om de buyer's journey van de potentiële klanten echt te begrijpen. En eindje verderop zeg je, daar maakt productgerichte content plaats voor content die de doelgroep echt als waardevol ervaart. En omdat veel bedrijven content marketing omarmen, ontstaat niet alleen een overdaad aan content, maar neemt ook de noodzaak om content uniek, vermakelijk en aantrekkelijk te maken. Ik kan me voorstellen dat er ondernemers luisteren of marketing denken, oh man, waar begin ik aan? Dan moet ik ook nog eens zorgen dat het vermakelijk is en dat het aantrekkelijk is. En dan hebben we eindelijk net social media in de vingers en dan nu dit weer. Ja, maar ook met social media denk ik dat het geldt dat het vermakelijk moet zijn of dat het iemand raakt. Want als je maar wat in de ether gooit of in de online wereld communiceert zonder na te denken wie is de ontvanger hiervan en heeft hij daar iets aan, dan kan je het net zo goed niet doen volgens mij. Ja. Ik denk dat marketing nog steeds aan het begin staat van een tijdperk waarbij de klant centraal staat in plaats van het bedrijf of het product. Dat is ook een kans om je te gaan onderscheiden. Want ik bedoel, er wordt wel veel gedaan,
Maar het is nog niet te vroeg om onderscheidend hierin op te treden, denk ik. Dan gaan we door naar punt 4. Lead nurturing krijgt prioriteit. Ja, nou sluit eigenlijk aan, denk ik, een beetje op die strategie. Kijk, marketing en sales natuurlijk vanuit de historie, daar bestaat nog wel eens een gap tussen wat een marketingafdeling doet, communiceert. Ja. En vervolgens wat de salesorganisatie met die leads gaat doen of wat die daarvan vinden. Wat ik net al een beetje zei, als je ideevormende content gebruikt om bijvoorbeeld respons te genereren, dan zouden er nog best eens een heleboel leads tussen kunnen zitten die nog niet klaar zijn om een afspraak te maken met een accountmanager. Hoe kwalificeer je dan die leads? Dat kan je bijvoorbeeld doen door, één is denk ik afhankelijk van welke content je aanvraagt. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik noem iets als CRM. Als jij een marktonderzoek aanvraagt waarin de staat van klantgericht ondernemen in Nederland staat beschreven. Ja, is dat nou niet direct de aanleiding om een nieuw CRM-systeem te kopen als mensen dat hebben gedownload bijvoorbeeld. Maar het kan wel heel relevant zijn voor je doelgroep om daar een band mee op te bouwen. Als daarentegen een whitepaper wordt gedownload, bijvoorbeeld waarin de 10 verschillen staan tussen Salesforce CRM en Microsoft Dynamics CRM, die je moet weten voordat je tot aanschaf overgaat. Ja, dat is een heel ander soort content item, die veel meer duidt op dat er een actuele behoefte bestaat, omdat iemand misschien aan het vergelijken is. Ja, maar ken je dan punten toe aan die actie bijvoorbeeld? En bouw je op die manier een profiel op van die bezoeker of die persoon die dan op de website komt? En ik zie me dat dan, ik stel het voor, maar die bezoekt pagina A, dan krijgt hij een paar punten. En als hij op een gegeven moment een whitepaper downloadt, krijgt hij 10 punten. En als hij een keer de pagina met prijzen bekijkt, krijgt hij 5 punten. En zodra hij boven de 20 punten is, dan komt hij in het CRM-systeem naar boven. En dan weet een sales medewerker dat hij eens contact moet opnemen, want die klant is nu warm. Is dat hoe het werkt? Ja, dat kan. Dat wordt veel gedaan. En dan is het niet alleen op... niet alleen nog wat je aanvraagt, bijvoorbeeld ook hoe vaak je iets aanvraagt, maar ook bijvoorbeeld welke functie je hebt, of welke organisatiegrootte, of welke branche. Dat kan per markt kan dat verschillend interessant zijn, zeg maar. Maar wat ik wel ook belangrijk vind, is dat je gewoon kijkt naar het profiel, want je kan alles in theorie verzinnen. Dat je bepaalde routes doorloopt en dat je aan bepaalde kenmerken voldoet en dat je dan bepaalde interesse hebt. Maar ik noem maar iets, als iemand iets aanvraagt waar je een bestaande relatie mee hebt of waarmee je bijvoorbeeld een lijntje naar iemand anders kunt leggen. Ja, dat kan je niet allemaal door software en door puntensystemen onderkennen. Dus ik vind het ook wel belangrijk dat er in ieder geval iemand, 2-3 keer per week kijkt naar die lead flow. Van hey, we doen wel scoring, maar missen we hier niet iets met iemand waar we toch een relatie mee willen, die we niet in ons theoretische model hadden verzonnen. Ja, dus je kunt niet alles automatiseren. Je hebt nog gewoon ook iemand met gezond verstand en een stel ogen nodig die zelf scherp is op dat soort signalen. Zeker, zeker. Okay. En wat is de nieuwe rol van uitgevers in dit geheel? Nou, uitgevers hebben natuurlijk best roerige jaren achter de rug. Met name de traditionele uitgevers. Die hebben natuurlijk te maken veel met teruglopende abonneebestanden. Maar ook met teruglopende advertentieinkomsten. Als het gaat om bijvoorbeeld het plat adverteren of het banneren. En dat verschilt natuurlijk misschien per medium. Maar generiek is dat wel het geluid wat je vanuit veel mediabedrijven hoort. En ik denk dat door je meer te richten op de content marketing initiatieven van bedrijven, je daar als uitgever een interessante partij kan worden om dingen met die klanten te doen. Maar het creëren van die content, kun je dat dan in hoeverre kun je dat uitbesteden? Nou, het creëren van content kun je denk ik op zich altijd uitbesteden, want een heleboel bedrijven werken met een bedrijfsjournalist of met een freelancer of wat dan ook. Zolang die content die geschreven wordt, maar inhoudelijk in lijn is met wat je als contentstrategie hebt uitgestippeld. Hè. Zolang dat maar past in die buyer journey die je hebt verzonnen en aansluit op die persona's.
Dus dat is één ding. Maar met de uitgevers, bijvoorbeeld hier bij Frankwatching, zie je steeds vaker de sponsorsblogs voorbij komen, bijvoorbeeld. Of whitepapers die een beetje dezelfde titel hebben als de blogachtige content. En dat is natuurlijk, eigenlijk zijn dat gewoon content marketing initiatieven van bedrijven, waarbij de uitgever dan een rol speelt, een promotionele rol. In plaats van een banner of een advertorial die we gewend waren. Ja, dus in feite dus zou je content marketing in jouw ogen zo kunnen omschrijven dat je waardevolle content aanbiedt, inhoudelijke informatie waar een ontvanger, jouw persona, iets mee kan, om op die manier te bouwen aan je merkbeleving of aan de perceptionele waarde van jou als kennisverstrekker? Ja, zo kan je het omschrijven, denk ik, ja. Oké. En daarbij zeg je de silo online marketing integreert. Ja. Ja, want toen was er opeens internet een paar jaar geleden. En toen moesten bedrijven daar iets mee doen. En toen kwam de online marketeer, zeg maar, om de hoek kijken. Ja. En die moest dan de website onderhouden en later de social media en de search. En ik denk hoe groter het bedrijf, vaak hoe groter ook de silo's daarin zijn. Ja, en ik denk dat als je, want content marketing is eigenlijk klantgerichte marketing. En ik denk als je klantgerichte marketing moet gaan doen, dat je niet je organisatie helemaal op kanaal moet inrichten, maar meer op de klant eigenlijk. Hè? Ja. Dus dat je je boodschappen en je doelgroepen door alle je activiteiten heen centraal stelt. En als je dan in silo's werkt, dan werkt dat minder goed dan als je een soort hybride systeem daarvoor zou bouwen. Ja, want je schrijft wat de social media medewerker deelt op Twitter moet stroken met wat accountmanagers vertellen bij een prospect. Maar hoe zou je dat binnen je organisatie kunnen inrichten dat die twee partijen van elkaar weten wat ze doen? En zeker met accountmanagers en salesmensen die op de weg zitten en daar hun verhaal doen. Hoe hou je die nou betrokken bij wat er op content marketing vlak gebeurt binnen je organisatie? Zijn daar tools voor? Heb je daar systemen voor? Ja, er zijn ongetwijfeld systemen en allerlei social business enterprise-achtige zaken voor ingezet kunnen worden. Zeg je, praat gewoon eens met elkaar. Uiteindelijk gaat het gewoon dat je weet van elkaar waar je mee bezig bent en dat je daarop afstemt. Okay. Dat je bijvoorbeeld sales betrekt in het opstellen van je content marketing strategie. Dat je mensen die relevant zijn, hè, dat kunnen sales of consultants of wat dan ook zijn, betrekt in het creëren van content. Dus ja, wat speelt er nou bij die klant? Ja, die externe redacteur die kan natuurlijk wel content halen uit het hoofd van sales of uit het hoofd van een consultant die op een project zit. Die echt weet wat er gaande is. Ja. Dus eigenlijk fungeert je accountmanager ook al als een externe redacteur. Alleen dat moet hij wel beseffen. Ja. En die moet ergens terecht kunnen met de interessante onderwerpen die hij oppikt terwijl die bij klanten zit. Zodat vervolgens marketing daar op het gebied van contentcreatie weer iets mee kan. Ja, en ik denk vooral gefaciliteerd. Want niemand heeft tijd. En als jij met sales bezig bent, dan zal je niet ergens zitten wachten op het schrijven van allerlei blogs bijvoorbeeld. Ja, je wil gewoon je target halen. Je target halen en dus ondersteun die mensen. Want ze zullen heus bereid zijn om een commercieel succes te ondersteunen. Ja, dus kijk wanneer je salesmanager of je salesmedewerker in de auto zit en bel hem op dat moment eens op en zeg, joh, waar loop je nou tegenaan? Dan zit hij toch rustig op zijn plek. Kan hij prima even bellen. Dat kan. Dat zou kunnen, ja. Ja. Doelen worden breder. Dat is het laatste punt. Punt 7. Directe omzetverhoging wordt veelal als primair doel van content marketing initiatieven genoemd. Hoe meer content marketing echter wordt toegepast, hoe breder vaak ook de doelen worden. In 2015 mag er dan ook meer van content marketing worden verwacht dan enkel het genereren van business leads, klantbinding, fans, thought leadership, merkbeleving, merkbekendheid en het eerder genoemde lead nurturing zullen steeds meer tot doelen worden verheven. Als iemand nou zit te luisteren en denkt, oké, ik ga het artikel nog eens rustig teruglezen op frankwatching.com en dan ga ik er morgen toch echt mee beginnen. Welke 2 of 3 acties zou je kunnen bedenken voor die persoon om met deze vorm van content marketing aan de slag te gaan? Nou, ik denk actie nummer 1 is kijken waar de pijnpunten van je, met name de informatiepijnpunten als het op zakelijke dienstverlening gaat, van je potentiële klant zitten en daarop focussen. Dus focus op het helpen van je klant.
En dat, ik denk dat dat altijd nummer 1 zou moeten zijn. Begin where it hurts most, zeg maar. Ja. En daarnaast doelen worden breder. We hebben natuurlijk eigenlijk ook dit gesprek met name gehad over lead generatie en over het aankoopproces. Maar content marketing is natuurlijk ook een fantastisch middel om je bestaande klanten trouwer te maken en te binden. En daar mag ook wel eens een keer wat meer aandacht naar uitgaan binnen het vakgebied, denk ik. Oké. Dan heb ik nog een aantal reacties op je artikel. Ik vind het leuk om daar samen nog even doorheen te lopen en kijken of je nog kunt reageren op een aantal punten. Zo zegt Paul Haarman van Ed Haarman Internet. Die zegt vooral punt 7, het verbreden van de doelen zie ik als een nieuwe trend. Dat geldt dan met name voor bedrijven die al met content marketing een aanvang hebben genomen. Nou, dus dat is mooi, dat is een compliment. Die zit er mee eens, dus daar ben ik het mee eens. Dat is fijn. Even kijken hoor. John van @callmonkey12 zegt, we zien deze ontwikkeling ook heel sterk. Marketing heeft echter veel moeite met punt 4. Lead nurturing krijgt prioriteit. Marketing vergeet vaak om leads eerst te kwalificeren. Overleg tussen marketing en sales over een gekwalificeerde lead is essentieel. Ik ga ervan uit dat John werkt bij CallMonkey12. Geen idee. Maar wat zou jij John als advies geven? Ja, nou, de kwalificatie is denk ik één punt. Het tweede is, waar we het ook wat net over hadden gehad, is dat je een volgtraject nodig hebt. Op het moment dat je een lead binnenkrijgt. Dus, en moet je dat dan uitschrijven, dat vervolgtraject? Of is dat een vast traject of moet je dat per persona bekijken wat dat vervolgtraject is? Hoe werkt dat? Nou, ik denk dat het met name moet passen in de rest van je contentplan voor dat jaar, of je contentstrategie. Nodig iemand die bijvoorbeeld een whitepaper downloadt en die bij sales terechtkomt en die helemaal waarschijnlijk misschien nog niet eens toe is aan een salesafspraak. Nodig die uit voor je volgende webinar of voor je volgende evenement. Nodig hem uit voor je nieuwsbrief en zorg dat die relevant blijft. Zorg voor andere mogelijkheden om die lead verder te ontwikkelen. En speel hem pas aan sales door als die aan bepaalde criteria voldoet. Als je denkt, nou, nu is het wel echt wel een moment om te bellen. Oké. Arie van Lopik. Ik zie overigens dat jij daar online op frankwatcher.com al op gereageerd hebt. Goed artikel, zegt hij. Dus dankjewel, Arie. Die 83% lijkt me alleen wel echt een Amerikaans cijfer. Als het in Nederland 10% is, is het nog positief ingeschat. Als ik afga op de ervaringen met mijn eigen bureau. Die 83%. Enig idee hoe dat in Nederland zit, lokaal? Ja, dat gaat over de antwoord op de vraag van heeft u een content marketing strategie? En er wordt dan onderscheid gemaakt in dat onderzoek tussen ja, ik heb een gedocumenteerde strategie en ja, ik heb een strategie, maar we hebben hem niet gedocumenteerd. En volgens mij heb je pas een strategie als die ook gedocumenteerd is, want dan heb je hem vastgelegd en kun je ernaar handelen. In Nederland, ik denk wel dat steeds meer bedrijven, helemaal in de zakelijke dienstverlening, IT waar wij dan actief zijn, toch wel een idee hebben met wat ze willen doen en wat ze willen bereiken op dit gebied. Dus als ik zou zeggen dat een derde tot 40% echt wel handelt naar een bepaalde content marketing strategie die ook terug te voeren is naar andere dingen die ze doen, dat zou ik me wel in herkennen, denk ik, ja. Okay. Maar ik kan het niet zeggen voor andere branches natuurlijk. Okay. Daar zijn we wat minder actief. Helder. Dan hebben we nog Rob. En Rob die zegt, ook de adblockers worden steeds beter, want ik heb zelf al 2 jaar geen advertenties meer gezien. Daarnaast kunnen de meeste advertenties al niet eens draaien als je je flashplayer uitzet, wat ik standaard doe. En mensen om mij heen ook nog steeds. Wat dat betreft is de enige reclame die ik zie de billboards langs de weg of in de stad. Is content marketing een oplossing om die mensen weer te bereiken? Want zijn stelling was volgens mij dat omdat er steeds meer adblockers zijn, werkt content marketing dan nog wel. Maar ja, eigenlijk hij juist. Zei, ja, precies. Ja. Want content marketing vul je met name eigenlijk content in je eigen kanalen en bouw je eigen volgersgroep op, doelgroep. Dus ja, het is juist een alternatief voor bannerblindheid en schreeuwerige advertentieteksten. Dus we kunnen hen bijmaken, denk ik, Kijk. Met deze ontwikkeling. Dan heb ik nog een aantal vaste vragen die ik vanaf nu af aan ga stellen aan alle gasten in deze Frank Watching podcast.
Wat is je favoriete managementboek, Bob, en waarom? Ja, managementboeken lees ik eigenlijk weinig. Ik ben ook niet zozeer een manager, maar meer een marketeer. Dus ik heb gekozen voor een marketingboek. Helemaal goed. En het leukste boek wat ik de afgelopen tijd heb gelezen was Utility van Jay Baer. Oké. En het leukste vind ik wat hij stelt is eigenlijk... marketing zou eigenlijk zo goed moeten zijn dat mensen er bereid zouden voor zijn om ervoor te betalen. Okay. Dus zorg voor zo'n leuke marketing dat mensen het dusdanig waarderen dat ze het ook als dienst hadden willen afnemen, zeg maar. Okay. Zo leuk, opvallend, vermakelijk zou marketing moeten zijn dat mensen bereid zijn om er geld voor te betalen. Ja, of zo waardevol. Dus okay. Heb jij, en dan privé hoef ik niet te weten, maar in je zakelijke leven fouten gemaakt die je nu met ons zou willen delen? En met name welke lessen je daaruit getrokken hebt, zodat de mensen die luisteren niet dezelfde fouten hoeven te maken? Als je een bepaald idee hebt over marketing, dan is het als... En je begint eigenlijk meer als bedrijf. Laat je dat niet te veel afleiden door... door kansen die daar die mooi zijn voor dat moment, maar die niet in lijn liggen met wat je als bedrijf wil neerzetten. Dus wij wel, of wat ik met name toen ik nog starter en alleen was, is dat je een bepaald idee hebt over klantgerichte marketing of content marketing. En dat je dan mogelijkheden krijgt om wel allerlei campagnes te doen die heel erg productgeoriënteerd zijn, omdat de klant dat graag wil. Waarbij je al van tevoren denkt, nou, ik weet niet of dit wel een succes gaat worden, dan wordt het misschien ook geen succes. Dus zoek dan naar het volgende project waarvan je denkt, hier voel ik me goed bij en dit is wat ik wil gaan doen. Okay, dus een lijn uitzetten, een strategie bepalen en proberen om daar op die lijn te blijven zitten. En niet te laten verleiden door alle andere kansen die zich tijdelijk voordoen en niet passen bij die lijn die je hebt uitgezet. Juist. Okay. Heb je ook een favoriete succesquote? Ik ben zelf wel dol op van die hele cheesy succesquotes. Maar heb jij nog een mooie succesquote? Een favoriet? En waarom? Ja, wat ik altijd wel leuk vind is... ik denk wel vaak genoemd, maar als je doet wat je deed, dan krijg je wat je hebt. Ja. En helemaal in deze wereld die zich snel ontwikkelt... Is het soms moeilijk om afscheid te nemen van methoden die in het verleden werkten. Maar je gewoon en eigenlijk open te stellen voor allerlei nieuwe kansen en ontwikkelingen. Ja. Dus ik zou zeggen, probeer ook buiten je vaste stabiel te kijken. En blijf vooral alert op allerlei mogelijkheden die zich opdoen. En experimenteer daarmee. En als het niks wordt, dan kan je er altijd weer mee stoppen. Je hoeft niet gelijk alles erin te investeren, maar... ik denk dat die uitspraak, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je hebt, zelfs nog wel wat minder wordt. Zelfs als je doet wat je deed, dan krijg je nog minder dan je kreeg. Ja. Dat geldt natuurlijk voor een heleboel marketingstrategieën en tactieken. Ja, ik weet dat marketingprofessor Henry Robben, professor op Universiteit Nijrode, die zegt, if a professional of if a company does what it always did, it will steadily get less than it always got. En ik geloof dat hij gelijk heeft. Dat als je als bedrijf of professional inderdaad blijft doen wat je altijd deed, dat je steeds minder zult krijgen dan je altijd kreeg. En op een gegeven moment omvalt of wegvalt. Ja. Leuk boek ook wat daarover gaat is Wie heeft mijn kaas gepikt van Spencer Johnson. Een heel bekend klein boekje. Je bent er in een uur ben je er zo doorheen. Maar zoomt hier ook heel erg op in op het omgaan met veranderingen. En zorgen dat je om je heen blijft kijken en scherp blijft op de veranderende markt. En niet vasthoudt aan wat je altijd gedaan hebt. Dus dat is eigenlijk nog twee boekentips in deze sessie. Even kijken, dan heb ik nog een laatste vraag. Dat heb je in het begin al deels beantwoord. Hoe heet je bedrijf? Nou, dat weet ik, hè? HaleyView Online. Wat doet je bedrijf en hoe kunnen mensen jou het beste benaderen? Bijvoorbeeld via e-mail of via Twitter of LinkedIn of website. Als mensen met jou in contact willen komen, naar aanleiding van deze podcast of überhaupt, wat is dan de beste manier om dat te doen? Ja. Het bedrijf heet dus HaleyView Online. Misschien nog aangevuld met een derde boekentip. Onlangs hebben we het boekje De 7 Fundamenten van B2B Content Marketing uitgegeven. Dus daarin worden ook deze ideeën weer verder uitgediept.
Mensen kunnen op allerlei manieren contact. Wij zijn makkelijk te vinden, dus via de website, maar ook via LinkedIn of mail of via Twitter. We reageren overal. Dus. Oké, okay, even zoeken naar HeliView Online of naar Bob Oort met een D. Juist, dan vind je mij. Helemaal goed. Bob, mag ik jou enorm bedanken voor je tijd en voor dit leuke gesprek over content marketing. En met name de 7 voorspellingen voor content marketing, meer strategie en minder Bonnefoy. Jij ook bedankt. En ik ben benieuwd naar het resultaat, dus ik ga zeker luisteren. Top. Hij komt op een dinsdagochtend vroeg online op onder andere iTunes, maar ook op Stitcher Radio. En anders is hij altijd te vinden via frankwatching.com/podcast. Dankjewel. En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Mijn dank aan gast Bob Oort en natuurlijk ook aan jou voor het luisteren. Wil je meepraten of reageren, dan kan dat via Twitter. Stuur je tweet naar @frankwatching of direct aan mij op @jellendrijver. Mailen mag natuurlijk ook, dat kan op info@jellendrijver.nl. Wil je elke dinsdagochtend automatisch een nieuwe aflevering van deze Frankwatching podcast ontvangen, abonneer je dan even via iTunes en laat in de reviews even weten wat je van deze podcast vindt. Dat horen we natuurlijk graag. Onder de eerste 100 reviews wordt 10 keer het gesigneerde boek Brand Expedition verloot van Martijn Arets. En nu we het er toch over hebben, heel hartelijk dank alvast voor de superleuke en positieve reviews en leuke reacties op Twitter die we tot nu toe al hebben mogen ontvangen. Mijn naam is Jelle Drijver, tot de volgende podcast.